gespeeld in die tweede helft tussen Sparta en PSV. Sparta heeft Glenn Helder ingebracht en dat is een onmogelijke opgave om die 0-4 achterstand goed te maken. Het enige wat Sparta wellicht kan inspireren is het feit dat ze nu in de richting spelen van dat schitterende stadsradio-reclamebord. Laten we hopen dat dat geen oplevert wat Sparta van verwacht. Bij trap is geweest Michel Valken. Die werd onschadelijk gemaakt door doelman Wim de Ron. En Ron van den Berg komt er zojuist over. De voortekenen zijn er om een aardige tweede helft op het veld te brengen. Of het gaat lukken is een hele andere vraag. 6 minuten gespeeld in de tweede helft bij Sparta PSV, stand 0-4.
doelpuntje voor Sparta, die waar, Paul? Dat klopt inderdaad, Mark. Een hele aardige aanval over de rechterkant. Een voorzet vanuit een hoekschop. En Ron van den Berg op de punt van de 16 meter. En joeg de bal hoog in het doel, boven Wim de Ron. Misschien gaat het dan toch nog gebeuren hier op het kasteel. We hebben 13 minuten gespeeld, dus dan 1-4. Thank you.
gaan de goede weg op, nietwaar Paul? Het gaat inderdaad de goede weg op hier op kasteel. Steeg is weer helemaal terug. Breedte paasje verloren van de berg. Wilson Bolgaarder, die ging alleen op Domman de Ron af. En dat heeft hij uitermate koelbloedig. 18 minuten gespeeld in de tweede helft. De stand 2-4. Turbulentie.
Thanks.